Met het hijsen van de vlag wordt een nieuwe fase voor de bouw van de Major in Eindhoven ingeluid. Het appartementengebouw aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan heeft het hoogste punt bereikt. De Major is het eerste nieuwbouwproject in de middenhuur van Steyink, een dochteronderneming van Woning. De woningcorporatie is speciaal gericht op het middensegment. Ik word van iedere bouwactiviteit in de stad word ik blij in deze enorme woningcrisis. Maar in deze ook nog wel in het bijzonder. Dat is een mooie kans voor mensen, jonge starters die net nog niet kunnen kopen, maar wel al kunnen huren. In de Major komen 59 middenhuurappartementen van ruim 50 vierkante meter en zijn gasloos, voorzien van een waterpomp en met zonnepanelen op het dak. Het hoort bij het grotere project De Grijze Generaal, waarbij ook appartementen voor senioren, kantoren en een parkeergarage zijn ontwikkeld door Woning. De dochtercorporatie verwacht dat de appartementen, met huurprijzen rond de 900 tot 1000 euro, begin juni 2024 klaar zijn.